Yo, Kees van Generation, welkom bij deze nieuwe speedrun video. En we gaan vandaag gewoon weer speedrun doen. Even kijken of we weer een andere via een andere baan het kunnen halen. Want ik heb, zoals als je de vorige video niet hebt gezien of wel hebt gezien, dan weet je misschien al van dat ik de vorige keer hem gehaald heb. Dus gaan we die proberen met iets anders. Ik wil het ook gaan proberen met de Nether. Die heb ik één keer bijna gehaald een keer, maar ja, dat gaan we nu even proberen. Even de Nether. Ik heb net even al mijn rothuis weer gemaakt, want ik kom net thuis van school. Ja, net. Ik was om 11:45 was ik uit. En dat is echt super vroeg. En ben ik naar huis gegaan met niet naar huis gegaan. Ik ben met mijn vrienden naar mijn oma geweest. Dat was gewoon heel erg leuk. En hebben daar eventjes gegeten. En ben ik weer naar huis gegaan en heb ik hier even snel mijn huiswerk gemaakt. Ik moest ontzettend veel en dat was vast gewoon kloten. Dus ik heb ongeveer 2 huiswerk gemaakt en dat vond ik, ja. Ik ben net klaar, dus ik ben nu gelijk aan het opnemen en dat vond ik, had ik er gewoon zin in. En dat is natuurlijk nodig, want mensen wachten op mijn video's. Mensen, ik las een reactie van doe please meer. Nou, natuurlijk, dan komt dat eraan. Want dat is gewoon nice als mensen dat willen en denken, oh ja, fuck it, gewoon een nieuwe video online. En deze baan is trouwens lastig. Ik heb hem al wel eens vaker gedaan, maar hij is gewoon echt super vervelend. Er is ook bijna niemand online die speedrun aan het doen is. En Mike moest dus ook weer het vak science doen. Voor de mensen die het niet weten wat science is gewoon op de computer, ook al ICT, moet je allemaal shit opdrachten maken, bijvoorbeeld van Excel, en dan moet je World of weet ik hoe je het uit wil spreken. En allemaal rot opdracht. En dan moet ze weer natuurlijk een heel hoofdstuk. Dat is normaal bij ons. En dat was gewoon heel erg stom. Maar ik ben sowieso blij met van ik kom helemaal niet uit woorden. Dat ik dat was heel dom. Dat ik sowieso al niet het huiswerk heb wat VWO heeft. Want mijn neef doet VWO. En holy shit, dat krijgt die huiswerk. Die zit dus bij hun normaal tot 8 uur huiswerk te maken. Nou, ik ben heel erg blij dat ik dat niet doe. Ik doe namelijk gewoon Theo HAVO, dat vind ik gewoon zat. En ik probeer dus ook naar de HAVO te komen en wat een klote story. Dus ik doe ook mijn best op school, dus dit is gewoon nice. Ik probeer gewoon even lekker de HAVO te halen, maar ik wil sowieso geen VWO gaan doen, want daar heb je amper vrije tijd, vind ik. En dat is gewoon niet echt nice. Sowieso, science, naam zit het er al in, science, want het is gewoon saai. Tuurlijk, ik hou van computers, dat is gewoon logisch, maar kom op. Echt gewoon Excel, ik weet niet of mensen het kennen, maar daar moet je dan mee allemaal opdracht van maken van doe dit, hoe krijg je een cel van maken, ja. En dan krijg je ook nog van die video's erbij van hoe je het moet doen. En dan krijg je zo'n vrouw te horen van om de cel te kopiëren moet je de vulgreep gebruiken, weet je wel, dan krijg je dat gelul. Ik dacht gewoon echt, kom op mensen, stop met dat silent. Wat heb je eraan? Ja, het kan handig zijn, maar weet je, what the fuck, ik gebruik het toch niet. Ook niet later, denk ik. Dus, maar goed, science, naam zegt het al, saai. En dat is het inderdaad. Hoofdvuur, wat dit stukje, dat beurt hem altijd, jongen. Dat is super irritant. Hoppakee. Zo. Nou, bijna weekend, dat is echt nice. Dat vind ik ook echt super tof. Ja, op zich, eigenlijk is deze hele week voor mij al een beetje weekend. Want ik ben elke keer om 1:30 thuis geweest. Nou, vandaag dus zelfs al. What the fuck? Ja, lekker dit. Lol. Nou ja, vandaag dus zelfs al 11:45 uit. Dat is gewoon omdat er verkorte lessen zijn. Want de leraar die moeten vergaderen. Ja, lekker voor ze. Dat maakt mij allemaal geen ene reet uit. Bonus. Krijg je dubbele coins. Dat is wel nice. Zo, hoppakee. Maar dat is dus gewoon lekker chill. Ik was ook woensdag vrij, dus op zich boeit mij die hele weekend niet. Dus jullie waarschijnlijk wel. Ik weet niet of jullie naar school of jullie een beetje korte les hadden. Maar anders, weet ik niet eigenlijk. Oh. Maar als het dus ook een weekend is, heb ik ook wel weer zin in. Dan hebben we weer 2 dagjes vrij. Hoppakee. En die faalde ik weer. We moeten echt ons best gaan doen. Ik heb trouwens 566 coins en dat is wel nice. Maar we moeten er echt nog iets van even kijken. 800 zoiets. Ik weet niet zeker, maar
aardig wat in ieder geval. Ik vond dat stukje waar ik net altijd deed, heb ik altijd heel erg moeite mee gehad. Ik weet ook niet waarom. Ah, nog 10 seconden. Zo. Hoppakee. Ik heb trouwens weer even een nieuw toetsenbord. Alweer. Ik heb er echt een stuk of 5 liggen of zo. Maar deze is gewoon even chilled. Heb ik trouwens op de rommelmarkt gekocht voor 1 euro. Ja. Vraag me niet waarom. Ik heb het gewoon serieus gedaan. Nee, waarom springt hij dan niet? Echt serieus. Dat is gewoon kloten. Oké, we gaan het nu echt halen. Tenminste, dat hoop ik. Hoppakee. Bam. Ik ben ook heel erg terug bezig met de Magic Wand. Want het is gewoon echt pokkenwerk. Het is hetzelfde als je... Ja, er zit gewoon heel veel editing shit in. En het opnemen, dat duurt ook allemaal tijd. Ja. We zijn gewoon... Ik en Jan Wouter zijn gewoon heel lui. Jan Wouter is trouwens mijn vriend, zit in mijn klas. En die komt... Die gaat ook een serie doen. Ik weet niet of ik dat al verteld heb. Maar die gaat een serie doen. En die heet Happy Wheels. Nou, ik denk dat iedereen wel Happy Wheels kent. Dat is gewoon een hele toffe oude game. En... ja, dat gaat hij dus doen. En ik val weer niet goed. Tenminste heb ik... Lol. Waar heb ik dat? Invisible. Oh, die staat cooldown. Ik weet nou niet of ik hem goed heb staan. Ja, staat op. Oh, hij moet uit. Hij moet uit. Ja, goed zo. Hopelijk zie ik nou wel mensen. Het is zo saai op de tenen. Iedereen zit natuurlijk nu nog op school. Of is onderweg op de fiets of zo. En dan missen helemaal niemand thuis. Tenminste, niet in deze... Ah, nu is joint er wel iemand. Dat is wel mooi. Nee, hij moet uit. Staat hij nou uit of aan? Zo, hop. Ik heb trouwens net ook weer een Trials even opgenomen. Voor Tease Games. Ik wil hem wel even goed doen. Want het is gewoon... Ik wil er gewoon even een pro video van maken. En ik ga er nog niet te veel vertellen. Maar die komt dus ook volgende week komt hij online op Tease Games. Oh, en ik val weer bijna. En ik viel. Lol. En ja, ik hoop dat het een toffe game toffe video wordt. En ja, ik vond zelf de eerste video die ik op Tease Games heb geüpload. Niet heel erg leuk. Ik kwam er ook pas achter toen die geüpload was van dat hij dat DHD, dagelijks CD, ook al een video ervan had gemaakt. Tenminste, wereldrecords. En dat wist ik dus echt niet. Maar ja, dat weet ik nu wel. Maar ik heb nu als het goed is een origineel idee als onderwerp. Want ik wil altijd een onderwerp hebben tijdens het vertellen. Tenminste, dat vind ik fijn. Tuurlijk, ik heb nou niet echt een onderwerp. Maar anders kan... Ik vind het gewoon anders heel erg lastig om een beetje te vertellen. Ik vind dat gewoon anders... Ja, ik weet niet. Dat vind ik gewoon best lastig. Ik kan niet tegen het een beetje lopen lullen. Want ik wil wel wat vertellen. Anders is het gewoon heel saai voor jullie. En dat is natuurlijk niet de bedoeling dat jullie een saaie video kijken. Oh. Kijken of ik het nu wel kan halen. Want er is een heel weird stukje. Oh. Hoppakee. Eens even kijken of we het kunnen halen. Want ik weet niet precies meer hoe het moest. Maar... Hoppakee. En dan gaan we hierheen. En dan zijn we hier. En dan moeten we hierheen. Dan moet ik niet hier. Volgens mij... Oh, we hebben het einde alweer gehaald. We hebben het alweer gehaald. Lol. Alleen niet zo heel snel. We hebben het dus alweer gehaald. En dat is wel nice. Want ik heb nou Skyworld gehaald en The Nether. Nu moet alleen dus even die portals nog open. Ik weet niet wanneer ze dat gaan doen. Maar... Dat komt dan nog een keer. De volgende keer gaan we proberen even ons record te verbeteren. Want nou deden we niet heel erg bepaald snel over. Dus dat gaan we dan even doen. En hopelijk heb ik ook binnenkort genoeg. Wow, geld voor deze rank. Die wil ik graag kopen. Of deze. Ik zit nog even te denken. Zet even in de reacties wat ik moet kopen. Je bent echt een diehard als je deze video helemaal hebt afgekeken. Zet dan even gewoon... hashtag, wat de fuck kan ik amper uitspreken, generalismo. Als je dat gedaan hebt, dan zien we gewoon gelijk van, oh, je hebt hem helemaal afgekeken. Dat zou gewoon chill zijn, dat zou ik gewoon echt heel vet vinden. Maar anyway, ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vonden jullie dit nou een leuke video, druk dan even op het groene duimpje. En volgens mij heb ik dat al verteld, ik weet ook niet zeker, maar... En wil je meer van dit soort video's, abonneer me even op Generalismo. En dan hoor je bij Team Generalismo. Yeah. En ja, later.